Landbouwminister Pralaat Seudin wil mogelijkheden bekijken om een deel van de Petro-Caribe-deal voor Suriname te realiseren. Voor aanvang van de vergadering van de ministerraad zei de bewindsman gisteren dat Suriname rijst kan leveren aan meer landen binnen de regio. De Petro-Caribe-overeenkomst was een regionale samenwerking tussen Venezuela en Caribische lidstaten, met als doel de oliehandel en economische samenwerking te bevorderen. En wij als overheid gaan ook een handje meehelpen, omdat er landen in de buurt zijn, daar heb ik het over Venezuela bijvoorbeeld, die schreeuwen om rijst. Maar vanwege die embargo is men een beetje twijfelachtig. Nu hebben we kunnen achterhalen dat voor voedsel er geen embargo geldt. Dus daar vinden we ruimte. We gaan in deze dagen met de ambassadeur van Venezuela praten en kijken hoe wij minimaal een deel van die Petro-Caribe deal die er was, in uitvoering kunnen brengen. Dus dat zijn allemaal perspectieven. En als dat loskomt, Cuba vraagt ook om reis, maar het zit ook met kwestie van embargo. Kijken hoe we daarmee om moeten gaan. En Brazilië heeft nu ook een tekort van reis, plotseling. Trouwens, de hele wereld zo langzamerhand begint dat signaal te geven. We zijn misschien een beetje te vroeg met onze oogst. De minister heeft handelaren die paddy opkopen meegedeeld dat in geval zij eens in problemen komen, de overheid een bijdrage zal leveren in hun tekortkomingen. De bewindsman heeft recentelijk ook gesprekken gehad met de rijstsector. De opkopers het vorige seizoen ook paddy duur hebben ingekocht. En dat hebben ze gedaan, is tijdens de gesprekken gebleken, dat ze... Als ze kijken naar hoe de koersontwikkeling zich plaatsvond afgelopen 6 maanden tot een jaar, dan hadden ze verwacht dat de koers van de dollar richting 50 SRD zou gaan. Dus ze begonnen al paddy op te kopen voor duurder. Terwijl de koers op een gegeven moment een beweging neerwaarts maakte. Dus daarop hebben ze zich verkeken. Die calculaties die ze hadden gemaakt voor de export klopten dan niet meer. Waardoor er nu, en is een bewezen reserve, nu in een schuren van rond de 20.000 ton paddy wat er ligt. Dit seizoen is er 50% meer ingezaaid, zoals jullie dat weten. Dus dat komt er nog bij. Terwijl de markt en nu juist de prijzen aan het herstellen zijn. Seudin gelooft dat de prijzen in de rijstsector zich zullen gaan herstellen. Internationale trends zouden dit ook hebben aangetoond.